Tadic. Meegeven aan Haller. Haller ineens. En dit is de eerste serieuze kans van de wedstrijd. Leep balletje van Dusan Tadic. Haller kan de bal niet laag houden. Dat is toch echt een grote kans dit. Veerman. Zo in de voeten van Tadic. Anthony vertrekt. Bal is niet op maat van Dusan Tadic. Veerman met name, Joey met de schrik vrij. Drezevic moet ook oppassen. Ja, dat veld dat zorgt voor de nodige verrassingen zo af en toe. Schöne. Veerman. Moppert nu een beetje op het veld op zichzelf. Voor de tweede keer in korte tijd gaat het verkeerd. Anthony, buitenom bij Kaïb. Timber aangesloten. Het is druk rondom het 16 meter gebied van Heerenveen. Anthony, scherp aangesneden. En de kopbal van Klaassen gaat erin. En is het weer Davy Klaassen die scoort. Dat deed hij tegen Lille. Dat doet hij nu in Friesland. En zo zet hij Ajax op een 1-0 voorsprong in de 19e minuut. Het is het recept van Anthony naar het linkerbeen. Vakkundig binnengeknikt door Klaassen. Zoveel gevoel in die linkervoet van Anthony. Het is nog helemaal geen dreiging geweest eigenlijk in het 16 meter gebied van Ajax. Daar is Heerenveen nog niet naartoe gekomen. De eerste 24 minuten van dit duel. Heerenveen nu wel een hoekschop via de voet van Haller. Linksback Kaïb heeft de oversteek gemaakt om die hoekschop te trappen. Aardig aangenomen. Erin gebracht door Kaïb. Dat is een goede bal van die linksback. Die valt bijna gunstig voor Heerenveen. Voor Heerenveen niet zo gunstig wat Van Bergen daar nou deed. Slim balletje dit. En bijna Bogdanović. Deli Blind. Scherp van Timber. En nu heeft Ajax met vijf man. Aftrekken met vier van Heerenveen. En Anthony doet dat bijna helemaal zelf. Dat scheelt niet zo heel veel. Half uur onderweg. Ajax domineert. Ajax controleert. Anthony. Glijdt van het geoliede kapsel van de Braziliaan. Gravenberg. Alvarez. Gravenberg. Verandert van koers. Haller. Klaassen, wat zo bedoeld was. Klaassen zelf, en dat scheelt heel weinig. Ja, Timber zorgde voor de afleiding. Kon hij het proberen, Davy Klaassen, op zoek naar de 0-2. Hij is hier echt dichtbij. Ajax inmiddels aangekomen bij het 16 meter gebied van Heerenveen. Lage voorzet bij de tweede paal. Duikt Tadic nog op. En zo wordt het heel simpel. 2-0. Maar dan is het de vraag of Tadic die bal niet met zijn hand geraakt heeft. Laten we eens kijken of er ergens de hand getoucheerd wordt. Dat denk ik wel. Dat zou betekenen dat er een streep door dit doelpunt van Klaassen gaat. En inderdaad, in Zeist hebben ze dat ook gezien. Dan gaat hij 0-2 voor Ajax, dus niet door. Blessure gezien van Bogdanović. Dit mag door. En dan ziet Stekelenburg die bal op het dak van de goal ploffen. De inzet van Siem de Jong. De Jong instinctief perst dit er dan uit. Tagliafico geschorst
Blind nu geblesseerd uitgevallen. Timber gaat helemaal aan de linkerkant nu opereren. Martinez centraal met Schuurs. En Kleiber wordt de rechtsback voor de tweede helft. Lange bal richting Veerman. Buitenspel. Leek het van Bergen, maar hij mag door. En dan gaat Veerman daar positie kiezen. De aanname is vaak goed bij Veerman. De paas was prachtig. Compliment in dit geval volledig op zijn plaats. Ja, 9. Ja, dat is wat overdreven, maar 7 voor 8 van de 10 keer heeft hij hem dan onder controle. Oh, Mulder die doet het niet echt lekker. En dan heeft Klaassen nog wel wat te doen. En is dat met zo'n hotse knotsbal nog behoorlijk lastig. Hij anticipeert waar die bal wel eens terecht zou kunnen komen, Davy Klaassen. Kijk, heeft hij in de smiezen. En dan is de goal verlaten. Haller. Verstapt Klaassen zich daar ergens in een kuiltje van het veld. Toch aangegeven aan de zijkant dat hij te veel last heeft. Daar is Kudus. Klaassen met zijn eerste bekergoal ooit op zak naar de dugout. Gravenberg met de bal aan de voet. Tadić houdt het breed. Kudus in de kleine ruimte aangetikt. Penalty. Oordeelt strafschop na de overtreding van Bogdanović. 62 minuten onderweg. Kans voor Ajax om de score te verdubbelen. Tadić oog in oog met Mulder. Tadić scoort en die schiet hem in de kruising. Zo is het 0 tegen 2. Heeft Ajax lucht in deze halve finale. Alvarez, oh, geklopt door Van Bergen. Die kan het dan weer spannend maken. Dat doet hij in eerste instantie nog niet. Voortreffelijke redding van Stekelenburg. Kan het dan nog een keer voor Heerenveen met Veerman. Nee, zo niet natuurlijk. Die raakt hem helemaal verkeerd. En is woest op die grasmat in het Abel Enstra stadion. Gefrustreerd over weer een polletje dat hem dwars zit. Met afstand de grootste kans voor Heerenveen, waar Van Bergen het nalaat om het direct na die 0-2 weer spannend te maken. Hier is Haller nu met de volgende mogelijkheid en die knalt hem op Mulder. Dan is Tadić daar nog. Dan krijgt Haller hem daarna niet onder controle. Halverwege de tweede helft gaat Johnny Jansen zijn joker brengen, want dat is hij geweest in het bekertoernooi tot nu toe. Deze Benjamin Nygren, 3 goals en 2 assists in de wedstrijden tegen Top, Emmen en Feyenoord. Schöne zit de wedstrijd erop tegen zijn oude ploeg. Verse krachten aan de zijlijn bij Ajax. Idrissi en David Neres. Alvarez gaat de band brengen naar de doelman. Als Tadić dus naar de kant gehaald is. Haller verlengt Neres. Vlag blijft omlaag. Dan wordt het 3-0. Blijft die vlag omlaag? Ja, dat blijft hij. Dus heeft die assistent scheidsrechter er vertrouwen in dat het dit doelpunt kan blijven staan. Was op het randje Neres. Duel gewonnen door Alvarez. En als Haller die bal verlengt, is het geen buitenspel. Door de benen van Mulder. De grijns is er nu op het gezicht. Bij Sean Kleiber, waar vorig jaar na de halve finale, na een fatale gele kaart, de tranen in zijn ogen stonden. Maar Kleiber, dat is toch wel een van de details van deze avond, kan dus naar de Kuip met Ajax om het te gaan uitvechten met Vitesse in de bekerfinale op 18 april. Dat allemaal na een avond in het Abel Enstra stadion, waar Ajax eigenlijk nauwelijks problemen ondervond van tegenstander Heerenveen, die met veel bombarie aankondigde er een vechtwedstrijd van te willen maken. Maar geen moment eigenlijk in geslaagd is om dat te doen. Twee vingers in de neus was het voor Ajax. Dat goed en geconcentreerd speelde in het grootste gedeelte van deze wedstrijd. Zeker in de eerste helft. Na de benutte penalty van Dusan Tadić was het eigenlijk wel beslist. Neres als invaller maakte er nog 0 tegen 3 van.
En zo gaat Ajax voor de 26e keer in de clubgeschiedenis naar de finale toe. 19 keer al waren ze bekerwinnaar. En bij Heerenveen blijft het bij die vier finales van 1993, 1997 en 2009. Drie dus, om precies te zijn. De vierde komt er niet. Dat is het verhaal van deze avond. Ten Hag op koers voor prijzen. De eerste kan op 18 april worden binnengehaald. In Rotterdam, in de Kuip, want Ajax is andermaal finalist.